onze eerste productreview. De Redzi riffractometer. Mijn eerste indruk hiervan is dat ik een degelijk product heb. Wanneer we het doosje openen, zien we aan de binnenkant de schroevendraaier, de pipet, aan de achterkant de gebruiksaanwijzing en de riffractometer. Met handige uitsparing waardoor de producten netjes eruit kan halen. Als we de riffractometer zelf kijken, zien we aan de voorkant het klepje met twee scharnieren. Een dopje op de schaalschroef en aan de achterkant kan je je zichtscherm stellen. Deze refractometer is gemaakt voor zeewater. Zo zitten bij ons in het water meerdere elementen dan alleen maar zout. We hebben calcium en magnesium en daardoor is onze brekingswaarde anders. Deze refractometer houdt hier rekening mee en heeft hierdoor vrijwel geen afwijkingen. Ook wij hebben dit getest en kunnen geen afwijkingen vaststellen. Als we door de refractometer kijken, zien we een duidelijk display. En ook deze refractometer heeft een automatische temperatuurcorrectie, wat inhoudt dat als je water test bij 24 graden, de refractometer automatisch de waarde corrigeert naar een zoutwaarde bij 25 graden. Wel moet je rekening hiermee houden dat als je water op prisma doet, dat je 15 seconden moet wachten alvorens je het afleest. Dit geeft de refractometer de tijd om dit te corrigeren. Wat ik ook erg fijn vind aan deze refractometer is het eiken ervan. Je eikt niet door middel van de eikvloeistof, maar door middel van DB-water. En DB-water heeft altijd een waarde van 0. Al met al zijn we erg te spreken over deze Redzi riffractometer. Ik hoop dat jullie dit een leuke en nuttige review vinden. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.